We zijn met SVL, Studenten voor Leiden, de nieuwe politieke partij voor de gemeenteraad van Leiden. Zijn we, samen hebben we een krattenkamer gemaakt, een studentenkamer. En studenten die willen natuurlijk ergens wonen. En op de een of andere manier lukt het heel veel studenten en jongeren niet om een kamer of een huis te vinden. En door een studentenkamer te bouwen van bierkratten vragen we eigenlijk aandacht voor het feit dat we zo moeilijk een kamer kunnen vinden. En dat we dan maar in onze eigen bierkratten moeten gaan leven. Ik denk dat als je het niet via kan vinden, dan is de grote uitdaging in Leiden. Dus als je van ver weg komt en je kent niemand, dan wens ik je heel veel succes. Maar dan wordt het een grote uitdaging. Nieuwbouwprojecten zijn heel belangrijk om de woningnood op te lossen. Maar we moeten wel kijken naar wat we bouwen. We willen geen cellengalerij op de Lamme Schans, maar we willen fusies. We willen veel meer gemeenschappelijke ruimtes. Want als we niet met z'n allen van de gemeente in de binnenstad mogen wonen, dan moeten we ergens anders gaan wonen. En dat wordt nog niet geregeld. Maar dat gaan wij wel doen. Nou, we verwachten wel een flink aantal zetels. Ik denk rond de 5. Ik denk dat we dat echt wel serieus kunnen halen. Ongeveer 26.000 inwoners van Leiden die kiesgerechtigd is, die is tussen de 18 en 25 jaar. En kijk, dat zijn een enorm aantal mensen die gewoon echt met die problemen kampen die wij heel erg aankaarten. En als die mensen nou allemaal SVL gaan stemmen, wat heel goed zou zijn, dan komen we echt wel aan die 5 zetels.